goedemiddag namens de Rusland en Oost-Europa Academie. Mijn naam is Marie-Thérèse ter Haar en ik heb vanmiddag het grote genoegen om te spreken met hoogleraar emeritus Karel van Wolferen. Karel en ik hebben elkaar leren kennen in het jaar 2013 en dat was het Rusland-Nederland-jaar, het vriendschapsjaar. En dat beloofde heel wat en ik was daar erg enthousiast over. Maar juist in die periode mocht ik Karel van Wolferen leren kennen, die op die manier al een beetje zijn twijfels had welke kant het zou uitgaan wat betreft de geopolitiek. En aan mijn kant was ik juist weer cynisch over de demonisering die al een aantal jaren aan de gang was over Rusland. En wij probeerden samen congressen op te zetten om toch te overtuigd te zijn van een goede band tussen Rusland en Europa. En dat heeft helaas niet zo mogen zijn. 10 jaar later, daar zijn we nu aangekomen, is dan het drama tussen Oekraïne en Rusland. Zo krijgen wij het meestal gepresenteerd. En het grote plaatje ontbreekt natuurlijk. En dat is de grote geopolitiek. En met wie is het interessanter om daarover te spreken? Met Karel. Dus heel erg fijn dat we bij jou thuis mogen zijn. Mijn genoegen. Jij ons daarover. Mijn genoegen, Marie-Thérèse. Ik voel me bevoorrecht dat je mij hebt uitgekozen. Dus waar moeten we het over hebben? Nou, op de eerste plaats merken we in ons bestand. Ja. Ik weet dat er bij jou in het bestand heel veel mensen zijn die ingelezen zijn. Of ja. In onze alle, in de andere wereld. Van de alternatieve media. Maar ik merk heel duidelijk bij ons in het bestand, ook de lezingen in het land, dat het grote plaatje nogmaals, laat ik het zo noemen, wat wij de afgelopen 30 jaar hebben gezien, maar ook hebben voorvoeld, dat is dat Europa heel erg graag een band met Rusland had willen opbouwen. En dat dat op een of andere manier niet zo heeft mogen zijn. En dat is, Europa heeft de geest, de handelsgeest, natuurlijk de democratie. Maar daarnaast ook in Rusland heb je de delfstoffen, de grondstoffen. Ook een land wat traditioneel met ons verbonden is. Het heeft niet zo mogen zijn en dat is nu naar voren gekomen. En die geopolitieke grote lijn, die proberen we er vanmiddag uit te halen. Dus Karel, mogen we daarmee beginnen met 30 jaar geleden. Laten we even teruggaan. Mm-hmm. De sfeer, hoe was het bij jou? Kon jij iets voor voelen dat Europa met Rusland nu kansen had? Ja, er werd zelfs gesproken dat Europa of dat Rusland lid zou kunnen worden van de NAVO. De NAVO had natuurlijk bestaansrecht verloren. Mm. Nadat de Sovjet-Unie was ontbonden. En het Warsaw Pact niet langer bestond. Het Warsaw Pact was van al de satellietlanden van de Sovjet-Unie die dan tegen de NAVO zouden zijn. De NAVO was opgezet, was een antwoord op de NAVO. De NAVO was opgezet voor een eventuele agressie vanuit de Sovjet-Unie. En toen dat niet meer kon bestaan, toen had het natuurlijk moeten worden opgegeven. Maar het bleef bestaan. En toen werd er wel ook in Europa gesproken over, eigenlijk kunnen we best, Rusland kan lid worden. En daar heeft de Verenigde Staten meteen een stokje voor gestoken. De Verenigde Staten voelden daar niets voor. Hebben we het dan al over de jaren 90? Ja. 1997, 98? Ja, het is, ik denk dat je, nou, wanneer er precies wat gebeurde, dat zou ik opnieuw moeten opzoeken. Maar het is ongeveer in die tijd. En wat er natuurlijk heel vlug daarna gebeurde, was een houding ten opzichte van Rusland die aanvankelijk in de jaren 90. En het is heel belangrijk om dat te weten, werd Rusland leeggeroofd door westerse belangen. Dit was toen Yeltsin de baas was in Rusland. En dat waren westerse bedrijven en vooral ook westerse financiële belangen. En een groep van lieden vanuit de Harvard Universiteit
dat waren theoretici. En die zouden ervoor zorgen dat er geprivatiseerd werd. Want plotseling, Rusland was niet langer communistisch. Dat moest kapitalistisch worden. En dat betekende dat staatsbezit zou moeten worden geprivatiseerd. En daar zorgden deze mensen voor. En op deze manier zijn de oligarchen tot stand gekomen in Rusland. Samen, in samenwerking met die Amerikaanse belangen. Er werd voor gezorgd dat heel veel van het Russische staatsbezit... Er was natuurlijk heel erg veel in, industrieel was er natuurlijk, zware industrie, heel belangrijke zware industrie. En ook delving, dus metalen. En heel erg veel rijkdom zit in de grondschatten van Rusland, die zijn beroemd. En het eigendom van de Russische staat werd op deze manier overgeheveld, niet naar het volk. Een heel klein beetje werd ervoor gezorgd, maar in werkelijkheid moest je ontzettend handig zijn om daar gebruik van te maken. Maar naar die met westerse belangen en vooral Britse en Amerikaanse belangen samenwerkende figuren, die oligarchen. En die hebben het land als het ware leeggeroofd, voor zichzelf in stukken gekerfd. Ze hebben allemaal een soort van eigen staatje konden ze stichten. Met eigen handhavingspolitie of een militaire, een soort van schijnpolitie. Het was een maffia geheel geworden. En dat duurde tot eind jaren 90. Toen was Poetin... zat in Sint-Petersburg. Mm-hmm. En Poetin, die zag wat er gebeurde. Mm-hmm. En die zag ook dat Rusland het einde van de Russische staat zou zijn. De Russische federatie zou op deze manier uit elkaar vallen. En die heeft toen ingegrepen. Dat kon die, omdat hij op oudejaarsdag, de laatste dag van de 20e eeuw, werd hij door Jeltsin aangesteld als president. En sindsdien is het een soort merkwaardige relatie geweest tussen Poetin en de Verenigde Staten, omdat ze niet zeker wisten welke kant hij op zou gaan. En of ze wel met hem werken betekende, of ze hem zouden kunnen controleren, want daar komt het op neer. En dat kon niet, maar dat wisten ze nog niet helemaal duidelijk. En er werd ook gesproken over een nieuw begin, ik weet niet meer hoe het precies heette, maar er werd gedacht over nog wel een mogelijke vriendschap. Maar een vriendschap wat altijd ten gunste moest zijn van de belangen van de VS. En het idee dat er een ander land zou kunnen zijn die ooit de Verenigde Staten naar de kroon zou kunnen steken, wat macht betreft, dat mocht niet gebeuren. En dan kregen we de zogenaamde Wolfowitz-doctrine. En Wolfowitz was degene die zei, dit mag nooit gebeuren. En die formuleerde deze doctrine. Dat kan niet gebeuren, dat kunnen we niet aanvaarden. Intussen was het ook duidelijk, omdat de NAVO geen bestaansrecht meer had, moest het wel blijven voortbestaan voor de belangen van de VS. En je kan zeggen dat het gekaapt is. Met goedkeuring wel. Wel met moorden hoor. Toen in de tijd werd er wel over geschreven. Ook dat herinner ik me nog wel in het NRC Handelsblad, waar ik ook voor werkte. Er werd met op negatieve manier wel soms over geschreven. Dat niet in de haak was. Waar was dit om te doen? Verschillende redenen. In het begin was het vooral ook vanwege het militaire-industriële complex, waar president Eisenhower in zijn afscheidsrede voor had gewaarschuwd. Het is zo dat in alle deelstaten van de Verenigde Staten wordt wel iets gemaakt wat gebruikt wordt voor militaire doelstellingen. Dus oorlogsmaterieel van allerlei soort. En zolang er geld binnenkomt voor dat doel, blijft dat draaien. Het is een heel belangrijk, als het ware, een motor die onder de Amerikaanse economie draait. Want er was dus altijd geld
wat daar naartoe werd gesluist. En de Europese vazallen, want dat werden ze, vazallen zijn iets anders dan bondgenoten, daar kom ik even op terug, die bleven doorbestellen. Dat was dus heel belangrijk. Tegelijkertijd werd het duidelijk geleidelijk aan dat de NAVO heel erg de Verenigde Staten zou kunnen dienen als reservetroepen voor... Ja, de Verenigde Staten is goed in oorlog voeren en dat zijn ze blijven doen, ook na de Tweede Wereldoorlog. En daar heb je soms reservetroepen voor nodig. Wij stichten het probleem, werd er gezegd, en de Europeanen kunnen het verder opruimen of volvoeren of wat ook. Er werd op allerlei manieren werd er zo over gesproken. Het waren vazallen geworden. Een vazal is iets anders dan een bondgenoot. Een vazal moet niet te veel vragen. Een vazal moet gewoon gehoorzamen. En heeft niks te vertellen. En zo is het geworden met de NAVO. En de NAVO is dus een kooi waarin de Europeanen, de lidstaten van de NAVO, in zijn opgesloten. Tegelijkertijd zorgt de NAVO ervoor dat wat intellectuele zaken aangaat, het denken over de wereld, het denken over geopolitiek, waar je het over had, is een soort kleuterklasje geworden. Het gaat om goed tegen kwaad. Je hebt kwaaierikken en goeierikken. Het is heel erg fundamenteel, erg. Natuurlijk, het klopt helemaal niet met de werkelijkheid, maar zo is het gaan lijken, ook voor heel erg veel commentatoren in Europa, in de deelstaten van de NAVO, in de lidstaten van de NAVO. Het is dus heel slecht voor op allerlei redenen. Voor het kijken naar de wereld, het begrijpen van de wereld. En het is alleen maar erger geworden. Maar het belangrijkste wat er gebeurde, was een jaar nadat Nederland ook een vriendschapsland van Rusland zou kunnen worden. Het was die Maidan-opstand in Kiev. Die was uitgelokt. Het begon als een werkelijke protestbeweging onder studenten en sommige intellectuele schrijvers enzovoort. Maar dat groeide uit tot iets heel anders. Met behulp van de NGO's die in dienst stonden van de Amerikaanse regering, van het National Endowment of Democracy, zowel als Soros, George Soros. George Soros is een heel erg sterk anti-Russische figuur. En ze hebben ongeveer de financiën gedeeld voor die actie. En de Maidan, de Maidan zogenaamde volksopstand, werd al gauw een coupleging, een staatsgreep. En dat is er toen gebeurd. En een heel andere regering kwam te regeren over Oekraïne. Een regering van wie een van de eerste maatregelen was het verbieden voor officiële doelstellingen van de Russische taal. En een groot deel van Oekraïne wordt bevolkt door Russisch sprekende mensen. Het hele oosterse kant is Russisch sprekend. En ook Odessa enzovoort. Dus dat was verschrikkelijk. En er waren ook onmiddellijke reacties op. En onmiddellijk werden die heel erg hardhandig aangepakt. Op een verschrikkelijke manier. En toen is begonnen wat wel eens een burgeroorlog wordt genoemd. Maar die term die is eigenlijk niet helemaal goed daarvoor. Hele sterke agressie vanuit Kiev. Vooral op de Donbass, Lugansk en Donetsk, die plaatsen, die zich ook daarna als onafhankelijke republieken adverteerden. En aan Moskou vroegen, kunnen we weer bij de Russische Federatie, waar we horen, waar we thuis horen, worden ingelijfd. Toen heeft Poetin gezegd, nee, dat doen we niet. Nou, toen heeft dat gevolgen gehad. Was een poos dat er naar oplossingen werden gezocht. En toen kreeg je de Minsk-akkoorden. Waar ook
Frankrijk en Duitsland en vooral ook Angela Merkel bij betrokken waren. En waar ze later van hebben gezegd, zowel Angela Merkel als Hollande van Frankrijk, dat was eigenlijk een truc om mensen te doen geloven dat we naar oplossingen zochten. Maar in wezen was dit bedoeld om de Oekraïense krijgskrachten klaar te maken voor een werkelijke oorlog tegen het Oosten en in principe tegen Rusland. Dus ja, ik kan verder gaan op deze nee, Karel, manier. Ik mag, heel even onderbreken. Ja. Die Maidan, daar komen we zo direct. Ik wil even voor de kijker dus dat dat duidelijk wordt. Die opkomst van de NAVO, het doordrukken. Ook de politiek van de neocons, van de Amerikanen. En nogmaals, die jaren 90 waar we het over hadden. Hoe het begonnen is met een beetje de hoogmoed van zeker de Verenigde Staten. Russen zijn dan nog naïef. Ik leef daar middenin in die tijd. Die hebben nog steeds de hoop. Wij horen daarbij. Ja. Wij komen wel, we lopen wel wat achter, maar wij komen erbij. Ja. Natuurlijk was het een zeer problematische tijd. Ja. De oligarchen werden rijker in Rusland. Ja. Ook veel samenwerking. Maar waar is dan echt gestart? Want wat daar zijn de Russen steeds meer teleurgesteld. Eerst was het woord. Toen verbijstering. En nu is er de woede door die Maidan, waar je het net over had. Maar terug naar de NAVO-uitbreiding. Dat is, en de opkomst van de neoconservatieven. Ja, aanvankelijk, dat ging dus voordat het allemaal gebeurde. Toen Gorbachev was nog aan het bewind, voor Jeltsin-tijd. En toen moest toestemming komen vanuit Rusland voor de hereniging van Duitsland. Ja. En toen hebben de Amerikanen in de vorm van de minister van de Buitenlandse Zaken, die heeft toen met Gorbachev gesproken. En heeft dus tegen Gorbachev gezegd dat NAVO zal geen inch uitbreiden naar het oosten. En dat heeft Gorbachev ervan overtuigd, we kunnen gaan samenwerken met het Westen. Zolang het NAVO niet naar het oosten optrekt, is dat ook geen probleem en Duitsland mag herenigd worden. Ja. Want het was natuurlijk, dat Duitsland was een onderdeel van het oosten. En het moest worden herenigd. Het was heel duidelijk waarom dat werd gezegd. Dat is nooit in die tijd opgetekend. Later hebben ze Gorbachev gevraagd, waarom heb je toen niet de handtekening enzovoort. Hij zegt, we dachten dat we jullie konden vertrouwen. Ja. Het is wel door veel, ook veel regeringsleiders in het Westen later bevestigd dat deze belofte bestond. Ja. Dus het idee dat het allemaal een verzinsel is en dat het helemaal niet waar was enzovoort, is verzonnen. Het is leugen en propaganda. Maar het was onder Clinton voor eigen doelstellingen, voor een, ook met, in verband met verkiezingen voor, enzovoort. Die dacht, nou, misschien kunnen we kunnen een aantal landen wel lid maken en dan de etnische groeperingen uit die landen die ook in Amerika wonen, is goed voor ons en zo en voor allerlei redenen. Clinton heeft een heel perfide rol gespeeld en later Obama nog veel meer. Dus het was, de Amerikanen waren niet de goede trouw en die hebben vanaf het begin niet gefunctioneerd zoals het hoort en op diplomatiek gebied zou moeten zijn gebeurd natuurlijk. En die NAVO werd steeds verder uitgebreid. En zo kwam zelfs het idee dat, nou kan dat volgens de NAVO-regels helemaal niet. Een land kan niet vragen om NAVO-lid te worden, volgens de regels. De NAVO moet een land uitnodigen. En mag niet een land uitnodigen wat in een staat van oorlog met wie dan ook verkeert. Dat kan niet. Dat is allemaal de oorspronkelijke regels. Die regels die waren heel erg zorgvuldig opgesteld. Maar er zijn allerlei regels waar men helemaal bestaan van niet meer bewust is enzovoort. Ook is het geheel onduidelijk. Stel je voor dat je de NAVO zou moeten opdoeken. Hoe zou je dat moeten doen? Met wie ga je praten? Van wie is de NAVO? Van de Verenigde Staten? Ja, wie is daar nou eigenlijk? Van het opperbevel in de militairen? Wie? Niemand weet dat. Het is dus ook helemaal niet mogelijk
om op een juridische manier de NAVO op te heffen. En het is heel bijzonder van wat er nu gebeurt, want de NAVO, en dat kan ik, we lopen heel erg vooruit op het verhaal, maar is straks afgelopen voor van de NAVO. Dat kan ik voorspellen met behoorlijk veel zekerheid. Die oorlog in Oekraïne loopt slecht af voor de VS en de NAVO. En de NAVO is daarna absoluut geen geloofwaardige entiteit meer die door de wereld, geopolitieke wereld, serieus behoort te worden genomen. Maar er zit natuurlijk veel meer aan vast. Maar nou even terug naar wat er gebeurde met Rusland. In 2008 geloof ik, op de München Veiligheidsconferentie, die elk jaar wordt gehouden, heeft Poetin gezegd, het kan niet zo zijn dat de wereld voor altijd zal worden bestuurd door één land. Dus een hegemonische macht die het voor het zeggen heeft over de hele wereld. Dat kan niet zo zijn. Dat was natuurlijk een uitdaging aan de Verenigde Staten. En er was inmiddels opgegroeid binnen de Verenigde Staten, binnen een groep van neoconservatieve activisten, Wolfowitz. En Wolfowitz, dat was iemand die was een van de vroege, heel sterk, hoe moet je hem noemen, op uitbreiding van Amerikaanse macht beluste activisten. En die kwam met de Wolfowitz-doctrine. De Wolfowitz-doctrine die zei dat er mag nooit meer in de toekomst een land bestaan die ooit de macht van Amerika naar de kroon zal kunnen steken. Dat werd bekend als de Wolfowitz-doctrine. En dat moet je zien in de achtergrond van wat er gebeurde met de Maidan-opstand, wat er gebeurde met de steun voor Kiev enzovoort. Dat is je hoort er nauwelijks nu meer iets over, want er is behoorlijk wat besef gerezen in de Verenigde Staten dat het afgelopen is. Ja, maar dan nog niet voldoende besef. In het Westen, in Europa, nee, is er helemaal geen besef. Nee, ik wou zeggen, ja. Het is Europa is volslagen door, door als het ware dat kleuterschoolverhaal. Ja. Waarmee de Europeanen zijn opgevoed op geopolitiek gebied. Er is niemand die, zeker mensen als je in zeg maar 1990 geboren bent, dan ben je in 2000 ben je 10 jaar, je bent in 2005 ben je, dan ga je misschien als 15-jarige interesseren voor een en ander, maar waarschijnlijk ook niet, op 20-jarige wel. Dan zit je met een generatie die niets weet. Nee. Of althans, die als hij zich niet heeft beziggehouden met de geschiedenis, weet hij niets. En het is ongelooflijk. Ik kom het natuurlijk bijna elke dag opnieuw weer tegen. Bij ons is de laatste 20 jaar vooral de nadruk gelegd op de talkshows en in het nieuws, op de democratie en op de mensenrechten. Dat is prachtig, dat is heel mooi. Maar ons gebrek is geopolitiek, buitenlands beleid. En weet je, ik weet nog dat ik in de schoolbanken zat in Moskou, nog in de communistische tijd, over geopolitiek en over buitenlands beleid. Dan kreeg ik bijvoorbeeld van een Russische docent te horen wat daar met de Amerikaanse strategie al gaande was in de jaren 60. Denk eens iets aan Mobutu. Denk aan Iran, de regime change. Denk aan Vietnam. Denk aan Chili en alles. Ik dacht toen nog, Karel, omdat ik natuurlijk ook een westerse achtergrond had, van hier krijg ik de reinste propaganda uit de communistische tijd. Ja, ongetwijfeld zit daar een zekere propaganda bij de communistische tijd in. Maar ik heb er wel over nagedacht, vooral in de jaren 90 en in het jaar 2000, als dan dat Irak-verhaal komt, Afghanistan, waar jij nu naartoe wil, denk ik, met die uitbreiding van die NAVO, en dat er maar één supermacht mag zijn. Toen ben ik mij gaan verdiepen van wat daar al veel langer aan de hand is, met die Amerikaanse macht. En daar hebben wij logisch niets over gehoord, want wij hoorden onder die Amerikaanse paraplu. En daar zijn we lang veilig in geweest. Maar wat maakt dat veilig. Wij toch. Kijk, er is nooit een werkelijke dreiging geweest
vanuit Rusland. Ja. Na de Tweede Wereldoorlog. Oh. Het was wel zo dat natuurlijk de Oost-Europese landen, de satellietstaten van de Sovjet-Unie, die mochten zich niet vrij verklaren. Dus we kregen in Hongarije eerst en daarna in Tsjechoslowakije enzovoort kregen we opstanden en anti-Moskou bewegingen. Mm-hmm. En in die tijd werd het wel begrijpelijk gevonden dat Moskou niet wilde dat dat rijk, dat imperium uit elkaar viel. En toen dacht men, nou ja, het heeft toch wel bestaansrecht, die NAVO. Mm-hmm. Maar daarna helemaal niet meer. Ja, maar logisch, dat was Warschau-pact en dat was Koude Oorlog en dat was propaganda van beide kanten. Maar waar ik naartoe wil is gewoon dat je op geen enkele manier bij ons in het Westen en ook de laatste 20 jaar niet, als het zo in de wereld veel onrust geeft, de buitenlandse beleid van het Amerikaanse gebeuren hebt. Ik mis dat gewoon in de achtergrond met om iets te begrijpen van Rusland, waar het conflict door is ontstaan. Met nogmaals, wel of niet de invasie, wat voor gruwelijkheden dat afgelopen jaar heeft opgeleverd. Maar als wij wat meer kennis hadden gehad of anders waren voorgelicht over dat er toch ook een spel achter zit vanaf die neocons en het oprukken van de NAVO, dan hadden we het wat beter begrepen in mijn ogen. En dan was het niet zo massaal nu dat er maar één slechterik is op de wereld. Ja. Ja, het is interessant om te zien dat het inderdaad alleen maar gaat over Poetin. Ja. De demonisering van Poetin is een fenomeen wat we eigenlijk nooit eerder hebben meegemaakt. Geen enkele leider in de Sovjet-Unie in de tijd van de Koude Oorlog, toen het soms wel spannend werd in die tijd, geen enkele leider in de Sovjet-Unie is ooit op deze manier gedemoniseerd. Nee. Nooit. Nee. Maar wat Poetin kon niets goeds doen en het is aanhoudend geweest. Mm-hmm. Het is ongelooflijk geweest en het heeft echt, je zou denken, de hersencellen van misschien wel een meerderheid van Europeanen, een grote meerderheid van Europeanen aangetast. Mm-hmm. En het zit er diep en diep in. Mm-hmm. Dus je krijgt het vaak te horen dat ze kunnen ze niet voorstellen dat je zo'n voorstander bent van Poetin. Dat is onvoorstelbaar voor de meeste mensen vanwege die propaganda. Ja. En het gaat alleen maar om Poetin. Want ze denken, als Poetin helemaal weg is, dan kunnen we. Oké, dus nu is het idee, als die oorlog door Oekraïne kan worden gewonnen, wat helemaal dat natuurlijk absoluut gaat niet gebeuren, dan is er een kans dat Poetin omver wordt geworpen. Nog vorige maand, een paar maanden geleden, was dat een idee wat nog altijd opgang deed in het Westen. En als Poetin eenmaal weg is, dan kunnen we met de andere mogelijke opvolgers van Poetin die er nu zijn, die zouden een veel moeilijker, een veel hardhandiger tegenoffensief geven tegen het Westen. Daar moet ik persoonlijk niet aan denken, want ik ken bepaalde. Ja. Maar, en dan ook, maar omdat we elkaar dus in 2013 leerden kennen en ik al het begin observeerde van, ik kan je niet vertellen, Karel, daar blijf ik bij, een Rusland. Of dat nou een Poetin is of de nieuwe regering die hij aanstelde. Ze waren 2004, 2005, 2006 zo pro-Europa, zo pro-Westers. Hij heeft zelfs nog aangeboden, als het dan niet anders kon, om bij de NAVO te komen. Hij heeft bepaalde dingen aangeboden bij Amerika van om zijn kennis te geven aan de toestanden met het 9-11 gebeuren. Ja. Sowieso, zijn Duits, zijn Goethe, zijn kennis van de Europese cultuur is ontzettende gemiste kans in mijn ogen. Dus ook hij, kun je nog wel zeggen, was naïef. Niet op voldoende op de hoogte van het neocon gebeuren. Hij hoopte, wat ik begrijp ervan, hij hoopte altijd dat er voldoende een morele besef bestond. Ja. Niet dat er in het Westen een moreel besef bestond, daar hoefde hij niet aan te twijfelen, maar onder de toplieden in de Verenigde Staten. Mm-hmm. En vooral die neoconservatieven. Mm-hmm. Maar niet alleen die. Hij dacht,
Kijk, deze mensen hebben leren denken in de Verenigde Staten, die toplieden, hebben leren denken in termen die zo simplistisch zijn. En die alleen maar denken aan overwinning en overheersing. Want als je niet overheerst, dan kan je worden bedreigd. Dat idee bestaat. Amerika wordt geflankeerd door twee oceanen, is op geen enkele manier werkelijk ooit bedreigd. Wel, het leek even met de aanval op Pearl Harbor dat dat wel kon gebeuren. En dat is, maar dat is een ander verhaal. Amerika is nooit werkelijk bedreigd en wordt nu ook absoluut niet bedreigd. Maar die angst moet erin zitten, omdat je met angst met een bevolking heel erg veel kan uitrichten. En dit wordt natuurlijk tot op de dag van vandaag wordt dat gedaan. Nu is het zo dat men beseft dat die oorlog die plaatsvindt in Oekraïne een oorlog is tegen Rusland. Dat wordt door wel steeds meer Amerikanen beseft. En dat het op een fiasco gaat uitlopen. Dat wordt nu wel langzamerhand gezien. Die neoconservatieven die er oorspronkelijk waren, die dachten daar helemaal niet. De oorspronkelijke neoconservatieven, en ik heb de twee zogenaamde oprichters, de aartsvaders, heb ik persoonlijk gekend en meegepraat. Dat was Norman Podderetz en Irving Kristol. En zijn zoon, Bill Kristol, met dat tijdschrift wat door Murdoch, de Murdoch media magnaat, werd gefinancierd, heeft heel veel gedaan om die neocons te veranderen. Maar die oorspronkelijke neocons waren trotskisten en waren vooral bezig met het morele verval binnen de Verenigde Staten. En die dachten dat hun voorbeeld en allerlei dingen die ze zouden kunnen ontwikkelen positief zouden kunnen zijn. Daar kwamen ook allerlei vrij fatsoenlijke mensen bij die dat ook wilden. Maar dat is toen helemaal veranderd. En toen kreeg je een andere president. Toen kregen we de Bushes en vooral George W. Bush enzovoort. En onder hem zijn die neocons veranderd in heel erg oorlogszuchtige figuren die vooral het mikten op Rusland. En toen kreeg je lieden die eerst een vrij ondergeschikte rol hadden, zoals Victoria Nuland, heel belangrijk in het geval van Oekraïne. Victoria Nuland, dat was een assistent van Strobe Talbot, die ik heel goed gekend heb, omdat als ik in Washington was, logeerde ik vaak bij hem. Dus ik kende die wereld in die tijd. Maar Victoria Nuland, die is dus binnen dat Amerikaanse buitenlandse zaken, de State Department element, opgekomen, getrouwd met Robert Kagan, helemaal beïnvloed door Wolfowitz en andere figuren die allemaal deel uitmaakten van die agressieve afdeling, zeg maar. En die was ook aanwezig op het Maidanplein met die staatsgreep. En die stond snoepjes uit te delen aan de enzovoort. Staatsgreep, we weten dat het echt een staatsgreep was, omdat het er werd geschoten op de protesters. Er werd geschoten vanuit verschillende gebouwen rondom dat plein. En die soldaten die schoten, dat waren huursoldaten uit Georgië. En we weten dat. En die hebben gemikt op zowel protesters als politie. Dus men dacht, hey, dit is niet een opstand van het volk tegen. Nee, hey, dit is, de politie gaat er ook aan. Dus het is iets heel anders. Nu is het tijd voor een staatsgreep. We weten dit omdat die mensen die schoten losten, die hebben later op Italiaanse tv geklaagd dat ze onvoldoende zijn betaald of helemaal niet zijn betaald. Daarom, dus je komt op allerlei manieren, kan je dingen te weten komen. Dan moet je natuurlijk wel een media hebben die dat doorvertelt. Studie. Ja, Karel, dit is, voordat we dus bij het Maidan komen, toch nog heel even terug naar het jaar 2000. Dus Rusland is een puinhoop onder Jeltsin. Triest, het land was onderuit gegaan.
Aan de andere kant, Amerika was als supermacht naar voren gekomen. Europa is deels bezig met betrekkingen met Rusland opbouwen. Amerikanen ook. Ik heb prachtige McDonald's en Coca-Cola's om me heen gehad. En die met goede initiatieven ook wilden investeren in Rusland. Maar dat zijn de begin 10 jaren. We weten nog niet zo goed waar het naartoe gaat. Dan krijgen we de regering van George Bush, van Dick Cheney, van Rumsfeld, van Karl Rove, niet te vergeten, en de Wolfowitz. Hier is het begin, wat jij zegt, hier worden de neocons sterker. Dat is met name ook... De neocons veranderen. Aan het veranderen. Ze veranderen, ja. Maar ook de financiële wereld speelt mee. Ook het militair industrieel complex. Ik heb dat zelf ook goed meegemaakt in Vilnius en in Warschau. Dat het niet alleen was dat die landen erbij wilden horen, bij Europa en bij de NAVO, maar dat er ook gemanipuleerd werd. Ik stond daar toch te kijken, ik werd daar realist. Hoeveel Dick Cheney's, hoeveel Rumsfelden er in die 2002, 2003, 2004 naar deze Oost-Europese staten gingen van joh, als jullie maar bij ons horen, als jullie, en bij wijze van zeiden ze soms met de rug naar Rusland gaan staan, in Vilnius, zei Dick Cheney dat, dan komt dat allemaal goed. Het is natuurlijk geweldig als daar enorm veel tanks in Polen geproduceerd worden, het militaire complex. Dus daar heb ik al een beetje het gevoel gehad van, hier wordt geduwd, hier wordt gepusht. Bij ons werd het zo gebracht van, de Polen willen het zelf, de Baltische landen, Bulgarije en Roemenië later. Met een deel is dat ook waar. Maar goed, die landen hadden het moeilijk en die wilden er bovenop klimmen. Dus jij zegt, de opkomst van of de verandering van de neoconservatieve houding is omstreeks 2000. Hier komt dus ook Irak en Libië en op die manier de inmenging. En dan wil ik naar Rusland. Die is nog steeds ervan overtuigd dat zij erbij horen, dat zij worden toegestaan. Maar mijn vraag aan jou is daar al duidelijk bij de neocons dat eigenlijk Rusland op geen enkele manier in de toekomst toegelaten gaat worden? En dat daar... Ja, want Rusland is bij die nieuwe garde van de neocons... Mm-hmm. Is Rusland wat Wolfowitz niet wil dat bestaat. Okay. Dus het mag nooit een land zijn die qua in macht Amerika naar de kroon kan steken. Okay. Amerika moet voor de rest van de geschiedenis alleen heerser over de wereld zijn. Mm-hmm. Het is een grootsheidswaan, het is een hoogmoed wat eigenlijk bijna onbegrijpelijk is. Ja. Dus daar is het heel duidelijk aanwezig. En dan komt daar de NAVO-uitbreiding bij en dat is in 2004. Maar aanvankelijk was dat de NAVO-uitbreiding was niet, denk ik, aanvankelijk bedoeld. Het was gewoon om die landen... tevreden te stellen. Clinton, die wilde gewoon vriendjes krijgen in die landen. En die wilde vooral de bevolkingen in de etnische groeperingen in de Verenigde Staten, die uit die landen waren gekomen, aan zijn kant krijgen bij verkiezingen. Ja. Ja. Amerikaanse verkiezingen gaat het soms om hele kleine groeperingen van mensen ergens in een van die deelstaten die nou net het verschil kan uitmaken. Mm-hmm. We hebben dat vaak genoeg meegemaakt. Mm-hmm. Ja. Goed, een kantelpunt voor mij, omdat ik het vanaf de Russische kant probeer te begrijpen en daar middenin leefde, die nog in die euforie zijn van we gaan helemaal samen optrekken met het Westen, Europa en Amerika. Komt dus dat moment dat hier iets de havikken gaan gooien. De havikken aan de Russische kant. Die Poetin te soft vinden. Ja. En dat is in 2008. Ja. Als daar de derde uitbreidingsgolf komt van de NAVO. Georgië hebben we, maar moeten we nu even laten liggen. Ja. Hier is het Oekraïne verhaal. Hier komt dit naar voren. Mm-hmm. Hoe heb jij dit geobserveerd? Hoe was het in Nederland de sfeer? Voelde jij dat dat fout kon lopen? Dat hier de Russen... Het moet even kijken vanaf wanneer. Na 2000 krijgen we een grote verandering in de media. De media zijn niet langer op dezelfde manier betrouwbaar als dat ze waren. Omdat ze in handen kwamen van twee Belgische oligarchen. Er zijn twee Belgische families die hebben alle media van Nederland in handen. Ook de weekbladen, met heel weinig uitzonderingen.
En er waren vroeger redactiestatuten. Hè, en als de redacties die mochten niet toestaan dat de eigenaar van een blad, een krant, zijn neus stak in redactionele zaken. Daar mocht hij zich niet mee bemoeien. Nou ja. En dat is helemaal van de baan geschoven. En nu hebben we een situatie die al zo lang voortduurt. Er zijn een heleboel mensen die herinneren zich niet eens meer die oude tijd. Nee. Maar als journalist kan ik me dat natuurlijk heel goed herinneren. Want ik kan het vergelijken met wat het toen was en nu. Ja. Met andere woorden, als antwoord op je vraag, heel erg veel werd wel... Waar nog enigszins intelligente discussie mogelijk was voor 2000. En ook nog wel eventjes daarna, of het wel zo'n goed idee was dat, zeg maar, die Baltische staten zich bij de NAVO zouden voegen. Mm. Want men besefte, dan haal je grote problemen in huis. Ja. Vanwege de binnenlandse politieke dynamiek in die landen, die natuurlijk ook is gevormd door het verleden met Rusland. Yes. Poetin heeft vaak gezegd tegen zijn eigen volk: jullie moeten wel begrijpen waarom er zoveel haat is in die landen, want de Sovjet-Unie heeft het er wel naar gemaakt. Precies. Dat heeft Poetin vaak genoeg gezegd. Ja. Ja, als je Poetin leest, een heleboel mensen die, natuurlijk mensen die Poetin verguizen, die lezen nooit wat hij zegt. Mm-hmm. Maar Poetin heeft heel veel gezegd wat interessant is en wat ook getuigt van een zeer nadenkende geest, een zeer het is iemand van cultuur. Mm-hmm. Hè, van groot intellectueel gezag, zou ik zeggen, als hij praat. Hij is ook, beseffen weinig mensen, een echt christen. Dan met de Russisch-orthodoxe kerk, mm-hmm, natuurlijk. Maar hij is door zijn moeder in het geheim gedoopt, in een tijd dat als dat bekend zou zijn geweest, dan zou zijn vader meteen een baan hebben verloren. Maar men weet, en ook mensen die in Dresden met hem hebben samengewerkt, die getuigen dat hij inderdaad heel erg als een christen leefde. En dat zie je nu ook nog. Jee, maar dat is... die man is zo verguisd. Dat is, ik kan genoeg citaten en speeches opnoemen waarbij het jammer is dat we dat gewoon niet gepresenteerd hebben gekregen in onze krant, op onze televisie. Terug nogmaals na die climax bij die Maidan, wat fout gaat. NAVO komt oprukken. 2008 is het dus allemaal in Europa ietsjes tegenwerking. Moeten we dat nou wel doen? Ik blijf mij afvragen, Karel. Is dit soms onwetendheid geweest? Is het, Merkel deed nog een poging. Ik geloof dat Jaap de Hoop Scheffer nog wel eens heeft gezegd van, is dat een verstandige move? Is dit deels onwetendheid geweest? Of is het bewust doorduwen van de mensen die, officiële functies hebben, ja, zeggen in buitenlandse zaken. Ja. Als je ambassadeur bent, bijvoorbeeld. Dan moet je op een gegeven moment, als je je niet houdt aan een voorgeschreven, een officieel verhaal. Mm-hmm. En later, veel erger nog dan een voorgeschreven verhaal, de voorgeschreven werkelijkheid. Met andere woorden, je kan je niet langer verzetten tegen iets waarvan het verteld is, dit is wat je moet geloven. Mm-hmm. Als je daar tegen ingaat, verlies je je baan. Ik heb hier ook een ambassadeur over de vloer gehad die het een en ander wilde weten. Ik ga daar niet op door. Maar ik weet heel duidelijk dat als hij zou aannemen wat ik hem vertel en dat in het publiek zou vertellen, dan is hij zijn baan kwijt. En dat is zeker het geval met journalisten. Nu, tegenwoordig. Dat was niet zo. In 2000 misschien nog net niet. Maar al heel gauw daarna wel. Als je nu bijvoorbeeld een ander verhaal hebt over de MH17, het neerhalen van dat vliegtuig. Nou ja, in Nederland kan je met goed fatsoen absoluut niet meer. Dan raak je je vrienden kwijt en als je een journalist bent, dan raak je je baan kwijt. Ja. Dus heel erg veel wat duidelijk
te constateren valt. En het gaat om feiten die te constateren zijn, die echt achterhaalbaar zijn. Er zijn ook dingen waarvan je zegt, nou, ik weet niet precies wat er gebeurd is. Maar het lijkt erop dat dit is gebeurd. Dan ga je speculeren, dan ga je interpreteren wat er gebeurd is. Maar er zijn dingen die volkomen absoluut als feiten, absoluut ontegenzeggelijke feiten bestaan. Ja. En dat, daar wordt oorlog tegen gevoerd. Oorlog tegen de werkelijkheid. Ja. En dat is met Oekraïne heel erg sterk het geval. Ik weet het, het is dus helemaal uit de hand gelopen. En ik blijf ook zeggen, wat hebben wij wat boter op ons hoofd. Alleen wat zouden meer Nederlanders het anders kunnen zien als er ook 20 jaar anders was voorgelegd. Of misschien dat de politiek iets andere strategieën had gevoerd. Ik blijf misschien een rare vraag aan jou, Karel. Stel dat jij in 2008 bij die conferentie had gezeten. En je moet toch mee, zoals in dit geval weer Jaap de Hoop Scheffer, wil die zijn positie behouden. Of je moet mee met de mediawereld om dit positief te beschrijven, terwijl we weten dat het gewoon een zeer onverstandige zet is, dat hier oorlog uit voort kan komen. Stel, jij was toen 40 jaar, je had je gezin te onderhouden. Je had ook, zoals veel mensen toch... In 2000? In 2008. Ik was ouder dan 40. Nou, oké. Ik wilde alleen mee zeggen van dat je het soms zo hoopt dat mensen hun stem laten horen. Ik ben bijvoorbeeld met de Rusland Academie bezig om mensen met wie ik gewerkt heb bij Shell. Of hoge mensen bij Nutricia of bij Danone. Het maakt niet uit. Waarvan ik weet dat ze grotendeels onze mening zijn toegedaan. Van ook wij hebben boter op ons hoofd. Maar vraag je ze dan voor een gesprek om dit openlijk te zeggen, dan is dit voor een heleboel mensen moeilijk. En durven ze niet of voor een image. En nu mijn vraag naar jou. Ja? Dus misschien, je bent dan ook volop in je carrière. Ja. Nee. Stel. Ja. Had jij je het lef gehad, als je je image, je baan, je gezin... Ik was inmiddels op de Universiteit van Amsterdam. Ja, maar toch, ik heb lesgegeven, ik heb over deze dingen gesproken. Ik heb ook in publiek in het Maagdenhuis met een groot gehoor daarover gesproken. Ik heb heel erg duidelijk daarover gesproken. Okay. Ik heb dat hele verhaal over de manier waarop de Verenigde Staten een soort van machtsgreep over de hele wereld aan het plegen was, heel erg uitgebreid besproken. Dat kon. Op de Universiteit van Amsterdam. Zo. Nu niet meer. Nou, oké, ik was toen niet in Nederland en ik kende je nog niet, maar bravo. Ja. Nu niet, kon dat helemaal niet meer. Ik vind dat soms heel erg moeilijk te begrijpen. Als je weet dat er een oorlog uit voort kan komen, en dat is nu het geval met alle gevolgen van die nu, van dat meer mensen hun mond hadden open kunnen doen, maar... Hoe het ook zei, Karel, we gaan dus naar de climax, naar 2014. Daar wordt opnieuw het NAVO-hoofdstuk, NAVO is daar getraind. Ha, ik heb zelf in Kiev die NAVO-troepen zien rijden, dat droeg nog niet de naam NAVO. Je ziet het uit de hand lopen. Je hoort natuurlijk ook het hele gebeuren dat daar de Joe Bidens, wat betreft de financiële, de Wall Street-wereld, aan het investeren zijn. Je ziet Soros, je had het er net over. Ik stond toen echt te kijken in een Kiev waar de helft ook Russische bevolking is en Oekraïners die met elkaar leven. Maar hier wordt je voelde, het loopt fout. Behalve dat Oekraïners het van harte gegund is dat ze onafhankelijkheid hebben. En daar hebben Russen nooit moeite mee gehad. Nee. Het land was armer. Het was veel meer problematisch met de oligarchen. Rusland was in diezelfde tijd toch had een stabiele lijn gekregen. Blijf ik ook bij. Mm-hmm. Maar in Oekraïne was een gefrustreerde bevolking tegenover die oligarchen en die presidenten die van links naar rechts zwabberden. En dan die inmenging van die westerse mensen. Na de Maidan staatsgreep is Oekraïne en de Oekraïnse regering onder curatele van de CIA.
De CIA trekt in het gebouw van de Oekraïense inlichtingendienst. Ze nemen de twee topverdiepingen van dat gebouw in. En op een afstand wordt een heleboel dingen gedirigeerd door de CIA. Inclusief het neerhalen van het MH17. Ja. Daar ben ik zeker van. Maar daar gaan we nu even niet over praten, denk ik. Want dan wordt het een veel te lange... Dus dat gebeurt er. Ja. En dan heb je Victoria Nuland die letterlijk in verbinding staat met toplieden van de Azov-bataljaan, van het Azov-regiment wordt het op een gegeven moment, die daar in het Oost-Oekraïne bezig is om de bevolking daar op allerlei manieren lastig te vallen en inclusief moorden. Er zijn ongeveer, men weet niet hoeveel, ongeveer 14.000 slachtoffers van die actie. Waarschijnlijk veel meer. Tegelijkertijd krijg je een nieuwe president, en dat is dus na de Maidan, dat is Zelensky. Hierbij spelen verschillende entiteiten een rol, waaronder de Britten. De Britten moet je niet uitschakelen, die zijn heel belangrijk geweest. En op dit moment ook nog met het dirigeren van Oekraïne in hun drone-gedoe, in hun de bombarderen van die brug naar de Krim. In allerlei terroristische aanslagen. De Britten die hebben heel erg veel hand erin. Hoogstwaarschijnlijk ook dat doorsnijden van die pijpleiding, van die Nord Stream pijpleiding. Dus we krijgen een situatie die met, want ik ben eventjes afgeleid, maar dat is Zelensky. Zelensky is een komediant. Maar ze kunnen hem goed gebruiken. Er is een Oekraïense oligarch. Ze zijn allebei van Joodse afkomst. En men denkt, nou, het kan niet slecht zijn, want het is tenminste een Joodse enzovoort. En dat Azov-bataljon en die hele fanatieke nationalisten, Oekraïense nationalisten, die gebruiken het gedachtegoed van Stefan Bandera. Stefan Bandera was in de Tweede Wereldoorlog een oorlogsheld. Die diende Hitler. Die functioneerde onder Hitler. Die heeft ook bijvoorbeeld onder Poolse Joden enorme slachtingen verricht. En natuurlijk in de rest van Oekraïne. Die groep, die Azov-mensen, die Stefan Bandera en andere, de right sector en andere groeperingen, die daar ook dat nationalisme zijn toegedaan, die waren bezig in Oost, in Donetsk en in Lugansk. Dit is wat er gebeurde. In de herfst van 2021 werd bekend dat Kiev bezig was om een bloedbad aan te richten in de Donbass. Dus dat is Lugansk en Donetsk enzovoort. Dat werd bekend. En Poetin wist... Hij moest ingrijpen. Die Azov, wat dan een regiment was geworden, van een bataljon naar een regiment. De Azov-mensen, die waren hard bezig, maar nog niet helemaal op het, zeg maar, bloedbad niveau. Poetin wist dat als dat zou gebeuren, dan zou dat ontzettend grote slachtoffers kosten. En dan zou hij in gevaar komen binnen Rusland. Dan zou hij natuurlijk, net zoals mocht de Krim zijn ingenomen door de NAVO, als dat zou zijn gebeurd, dan zou hij ook hebben moeten afzien van verder leiderschap. Dat had geen enkele Russische president overleefd. Dat had absoluut niet gekund. De Krim, notabene, dat is de enige warmwaterhaven van de Russische zeemacht. En dat zou absoluut niet, als dat in NAVO-handen zou zijn gevallen, absoluut niet zijn getolereerd. Dus je hebt een situatie dat Poetin moet besluiten om in heel gauw, om te voorkomen dat dat bloedbad gebeurt, in te grijpen. En dat doet hij. Dat doet hij in februari van vorig jaar. Wat onmiddellijk gebeurt in de VS
is dat er komen sancties tegen Rusland. En die Amerikanen denken, ja, dat zal wel ook zijn positie kosten, want dan gaat het helemaal achteruit in Rusland, enzovoort. Precies het tegenovergestelde gebeurt. Rusland wordt sterker, Rusland wordt rijker, Rusland krijgt heel erg veel meer kansen. En dat is een lang verhaal, dat vind ik een prachtig verhaal, en ik zou er lang over willen uitbreiden, maar te veel. En dan is er ook het begin van een nieuwe Russische macht. Want een heleboel landen zien dat gebeuren. En die denken, hé, dit is interessant. Oké? En China is heel geïnteresseerd. Iran is heel geïnteresseerd. Dan krijg je allerlei landen in Afrika en in andere landen in Zuidoost-Azië. En dat gebied ken ik heel goed. Die zijn allemaal geïnteresseerd. Want waar gaat het om? Het gaat om soevereiniteit. Amerika lukt het niet om de soevereiniteit van al die staten op te eisen en daarmee weg te komen. Dat gebeurt dus niet. En daarom hebben we nu een tweedeling van de wereld. 2/3 van de wereld doet niet meer mee. En dat is in Nederland nog helemaal niet doorgedrongen. Een heleboel mensen die dat zouden moeten weten, nee, dat is helemaal, ook de mensen die zich bezighouden met geopolitiek, helemaal niet doorgedrongen. In de VS weten ze het maar al te goed, want ze zien dat het gebeurt. En in de rest van de wereld weten ze het maar al te goed, wat er allemaal gebeurd is. Daar gaat dit verhaal van ons nou niet over. Maar het heeft wel een effect op Oekraïne. Het is namelijk helemaal niet mogelijk voor de Oekraïners om ook maar iets te beginnen tegen een goed... Kijk, als Poetin en sommige Amerikanen die aan zijn kant staan, die verwijten hem dat ze niet de manier hebben gevolgd die de Amerikanen deden in Bagdad met de inname van Irak. Dat is erop losslaan. Al je macht gebruiken om alles wat op je weg ligt, hè, dus dat is dan collateral damage, alles wat, dat moet je doorstoten. Dat had hij kunnen doen. Hij had in no time Kiev kunnen innemen en een einde maken aan dit regime. Dat heeft hij niet gedaan. Waarom niet? Is een heel goede vraag. Als hij dat gedaan zou hebben, dan zou hij waarschijnlijk niet het vertrouwen van die rest van de wereld hebben kunnen krijgen. Hij is een strateeg, een diplomaat, zoals we helemaal niet meer hebben meegemaakt. Ja, ja, niet sinds Bismarck. Het is ja, oké, laten we daar niet te veel over zeggen. Maar nee, maar het is wel belangrijk. Dit is het hele grote gebeuren wat gaande is, Karel. Dus bedankt dat je juist dit wel te sprake brengt. In Europa wordt er vooral geschreven, helaas, van Rusland is zo geïsoleerd. Maar dit is gaande. Er is een nieuwe wereldorde. En waarom we daar niet meer discussies over hebben, gesprekken. Nee, kijk. Maar in 2010, wat ik je net nog zei, na die Boekarest-affaire, dat Rusland door begint te krijgen van en de politiek van die neocons en die NAVO. En voor ons is uiteindelijk geen plek. We worden er een beetje buiten gehouden. Daar begin ik al in Rusland te zien dat begint bij de Poetin-regering, later nog even de Medvedev-regering, 2014, 2015, dat zij allerlei contracten aan gaan sluiten met India. Er zijn meetings bij Vladivostok en bij China. Daar heb je de Shanghai Cooperation, daar heb je de ASEAN-landen. Daar was al heel veel gaande. Ja. En ik weet nog dat de Duitse bedrijven toen vaak zeiden van, waar blijven de andere Europeanen? Ja. Die waren er in eerste instantie nog bij. Ja. En dat is nu in de volle versnelling gekomen. En dat is fijn dat je deze er nu nog even uitteelt. Heel ja, alleen belangrijk. Duitsland. Kijk, Duitsland, ik denk dat op dit moment in Duitsland de industriëlen zijn begonnen om terug te slaan tegen alles wat er gebeurd is vanwege Scholz. En dat is vanwege die partij die het heel goed doet op dit moment. Die alternatieven voor Duitsland. Mm-hmm. En dat kan een groot verschil gaan uitmaken. Het verhaal van Macron is heel verwarrend. Maar Macron die heeft nadat Xi Jinping in China hem behandelde als een soort goede vriend, heeft hij hem mee heeft genomen naar een park waar ze luisterden naar de muziek van zijn vader enzovoort. En dan heeft, toen hij in het vliegtuig klom, toen heeft hij tegen de Franse pers gezegd, ja, we moeten ons in Frankrijk niet meer zo heel erg sterk laten leiden door de Verenigde Staten. Ja. Frankrijk is een te, dat, het, 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 het,
geopolitieke plaatje is heel ingewikkeld. Ja. En er komt natuurlijk ook nu iets bij van dat ze de NAVO willen uitbreken naar Azië. Om tegen China te gaan vechten. Dit is krankzinnig. Maar dat laat ook zien dat die figuren in die neoconservatieven in de VS... dat ze lijden aan verstandsverbijstering. Ja. En dat is natuurlijk het erge. Je hebt te maken met mensen die absoluut die oorlog voeren tegen de werkelijkheid. En dan krijg je een situatie waarin je de gekste dingen kan verwachten. En mocht het... Er zijn aardig wat lieden die speculeren. Dat loopt uit op een kernoorlog. En dan wordt Poetin aangewezen. U bedreigt met kernwapens. Dat doet hij helemaal niet. Dat hoeft hij niet eens te doen. Want hij heeft hele bijzondere raketten kunnen ontwikkelen. Ze zitten 2 jaar voor de Amerikanen op dit gebied. En die kunnen op 1000 kilometer afstand met pinpoint precisie een doel bereiken met wat dan ook. Het hoeft geen kernbom te zijn. Je kan met minder dan een kernbom al een vliegdekmoederschip uitschakelen. En dat betekent dat de VS niet langer meester is van de Stille Oceaan. Je kan met iets wat op die afstand, ook vanuit een duikboot afgevoerd, een brug in Manhattan onklaar maken. Waardoor de toelevering van allerlei dingen waar de mensen in Manhattan nodig hebben, stil komt te staan. Met andere woorden, je hebt een pressiemiddel dat ongelooflijk groot is en je hebt geen atoombom meer nodig. Dat heeft hij wel. Mocht het er ooit van komen dat aan de Amerikaanse kant daarmee gaat gewerkt worden. Maar dit is iets waar we nu in zitten. Dat wordt gevreesd. Wanneer dit... De gebeurtenissen die volgen elkaar met ongelooflijke snelheid op. En wanneer dit gepubliceerd wordt, of wanneer je dit over een maand laat zien, dan is het misschien al verouderd. Ik denk dat het er niet toe komt, maar het zou kunnen. Karel, ik weet dat het inderdaad op dit moment ongelooflijk spannend is. Ik wil heel graag terugkomen, als dat mag, om over die nieuwe wereldorde te spreken en ook ons Europa geheel. Als laatste vraag voor nu om af te sluiten. Heb je ook nog iets? Kun je wat hoop geven? Heb je een idee? Wat kunnen we nog doen? Is er iets voor Europa? Ja, ophouden. Om te beginnen moet je je losmaken van de NAVO. Want het is al afgelopen. Kijk, dat er is nog een gebouw in Brussel, dat is pas klaar. Heel duur geweest. En je hebt er allerlei ambtenaren die natuurlijk nog hun pensioen moeten... Die trekken een enorm salaris. En daar raak je niet zomaar van af. Maar dat geeft niet. Of dat gebouw daar is en die ambtenaren, dat geeft allemaal niet. Maar op mondiaal niveau heeft het geen betekenis. Je moet je daarvan losmaken. De Nederlandse regering kan dat niet. De Nederlandse regering is misschien wel het ergste in heel Europa. Vanwege Rutte, die een soort voortrekkersrol speelt. En die natuurlijk, die zal nooit tegen de Verenigde Staten ingaan. En je ziet wat er gebeurde met Lubbers, die ging wel tegen de Verenigde Staten in. En die kon zijn baantje niet krijgen. En er allerlei andere redenen voor aangevoerd. Maar het was die reden. Oké? Ik hoop dat in de toekomst. Macron zegt van we moeten ons minder laten leiden door de Verenigde Staten. Ja. En wat krijgt hij als straf? Een kleurenrevolutie in Parijs en in Marseille en waar dan ook. Dat is een kleurenrevolutie, dat kunnen ze allemaal doen. Nou, we krijgen straks een poging tot kleurenrevolutie in andere staten. En de Verenigde Staten houdt niet op om te proberen om toch nog iets te redden. Het belangrijke is dat er een verdeeldheid is in de Verenigde Staten. Ja. En dat er ook binnen de strijdkrachten, er zijn top strijdkrachten, die helemaal dit niet willen. Ja. En die hebben al lang de RAND Corporation, dat is de denktank van de militairen, betaald door het Defense Department in de Verenigde Staten. En die heeft al, wanneer was het, een jaar geleden gezegd, we moeten ermee ophouden in Oekraïne. Dit is een verloren zaak. Ja.
Nou, misschien niet een jaar geleden, maar een maand of negen geleden, een half jaar geleden hebben ze dat gezegd. Ja. Ja. En dan heb je ook een verdeeldheid daarbinnen. Ja. Of zij bereid zouden zijn om echt over te gaan tot iets wat uitdraait op een kernoorlog, ik betwijfel het. Misschien dat ik het verkeerd heb. Maar die neocons, dat zijn volslagen ontoerekeningsvatbare mensen geworden. En die kunnen ook niet... Het is het einde van hun bestaan. Ja. Als ze dit verliezen, dan is dat ook het einde van hun invloed en van hun... Ze kunnen niet verder. Dus je moet wel beseffen wat er op het spel staat voor al die verschillende partijen. Karel... Maar ik denk dat wat duidelijk is aan de kant van Poetin, we hebben zo vaak al over hem gesproken, hij is ontzettend voorzichtig. Verschrikkelijk voorzichtig. En heel veel van die voorzichtigheid, die wordt uitgelegd, ook door Amerikanen, als je durft niet, of je enzovoort, enzovoort, enzovoort. Hij is gewoon heel erg voorzichtig. Ja, de gematigde mensen in Rusland prijzen hem daarom. Maar er zijn haviken ontstaan, al vanaf die 2008-tijd, ja. Tot en met de Prigozhin, jongens. Die hebben gezien en hun huiswerk gedaan, maar die zijn ontzettend boos gemaakt. Dus laten we hopen dat Poetin zijn verstand gebruikt, en dat doet hij. Ja, hij heeft ontzettend veel steun, meer dan ooit. En ook de communistische, hij heeft twee communistische partijen, die allebei hem steunen. Ja. En die toch ook met hun ideeën van wat die verkeerd... Kijk, natuurlijk maak je als president fouten. Je fouten op economisch gebied, fouten op verschillend gebied. Maar ik denk dat hij er behoorlijk goed afkomt. Als je hem vergelijkt met staatshoofden elders ter wereld, ben je mal. Noem er eentje in dus de westerse wereld die zich kan meten met deze persoon. Biden? Die niet eens goed kan lezen wat hij op zijn de bestuurders op zijn op die dingen die hij afleest van de, ik weet niet meer hoe ze dat noemen, die nee, het is verschrikkelijk als je het vergelijkt daarmee. Ik vind het heel erg. Ik vind het heel erg dat het Westen tot zo'n diepte is gezakt. Ja, dat is mijn frustratie ook. Ja, ben ik volkomen met je eens. Maar Karel, op dit moment moeten we het hier hopen. Ik hoop zeker een vervolggesprek te hebben. Boeiend. Ontzettend bedankt dat we vanmiddag bij jou mochten zijn. Ja? Mijn genoegen. Oké. Okay. Nee.